Welcome to Servants of the Lord Ministries. Welkom bij Servants of the Lord Ministries. Mijn naam is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Jaar geleden zei God tegen Joseph Hitchcock: ik heb kinderen in elk land en jij hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Ze hebben mij gezocht voor bedieningen, zegeningen en gaven. Ik heb hun die dingen gegeven en het heeft hen gezegend. Er is een deel van hun hart dat nooit is vervuld en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten naar mij alleen om mij. Dat zijn degenen waar ik je naartoe stuur, want ik wil niet dat ze jaren nodig hebben, zoals jij nodig had om tot mij te komen, omdat er toen niemand was om jou te laten zien hoe je dat moest doen. Service of the Lord's Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor hen die hem willen leren kennen en in hem willen opgroeien en klaar willen zijn voor zijn verschijning. Vandaag zal ik spreken over het onderwerp de wapenrusting van het licht. Romeinen 13, 11 en 12. Paulus zei: en dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap ontwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst tot geloof geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Zorg ervoor dat je in deze laatste dagen de wapenrusting van het licht draagt en geen natuurlijke onderscheidingsvermogen gebruikt. Draag de wapenrusting van het licht, dan zullen de leugens van de duivel ontmaskerd worden voor wat ze zijn en zul je uiteindelijk niet het vlees of de duivel dienen. Spreuken 14 vers 12 en 13. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn de wegen des doods. Het hart zal ook in het lachen smart hebben, en het laatste van die blijdschap is droefheid. Voor meer informatie over wegen die juist lijken, kun je het boekje lezen The Gilded Prison van Joseph Hitchcock. De kerk van vandaag, die nog steeds aan deze wereld gelijkvormig is, die slaapt. Paulus schreef zijn langste brief aan een kerk in het centrum van het Romeinse Rijk. Hij was bezorgd dat ze overwonnen zouden worden. In de eerste 12 hoofdstukken van Romeinen schreef hij aan de kerk over gerechtigheid door geloof, de vleeselijke natuur en de nieuwe natuur. Hij sprak over zonde, gedoopt zijn in Christus en beheerst worden door de geest, en gebruikte daarbij termen waarmee de kerk vertrouwd was. Ze hadden kennis, maar waren geestelijk niet wakker. Jacobus 1, vers 22 tot en met 25. En Jacobus zegt: en wees daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder des woords is, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft deze geen vergeetachtige hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werk, deze zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. De kennis en aanwijzingen die God geeft is opdat een mens zichzelf kan onderzoeken, zich zo nodig bekeren en in Christus blijven. Door de kostbare beloften kan iedereen het zegevierende leven leiden en door geloof deze wereld overwinnen. Als je door de zonde en de duivel overwonnen wordt, ben je geen dader van het woord en heb je Gods woord gereduceerd tot niet meer dan een mening. Een mening is een conclusie met behulp van je verstand die je niet getoetst hebt met de geest der waarheid. 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 14. Paulus zegt: dit is een getrouw woord
Want indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen nut, ding nut is, dan tot afkering der toehoorders. Het woord opladen wordt vertaald door Strong's woordenboek als om ernstig te attesteren of te protesteren, bij implicatie hortend aanklagen tot getuigen. Paulus wist dat er kracht in het evangelie was om verandering te brengen. Hij wilde niet dat iemand over de betekenis van zijn woorden zou debatteren en daardoor niet tot bekering zou komen of door intellectuele argumenten de overtuiging van zonden voor de toehoorders zou verstrooien. In plaats daarvan vroeg Paulus aan Timotheus om Gods volk deze uitspraken te laten getuigen met het getuigenis van de geest. Je hebt je meningen misschien heet getoetst omdat je dat niet wilt. Je gelooft liever een leugen en voelt je comfortabel. Zelfs het hebben van vele meningen laat zien dat je nog steeds bent zoals deze wereld. Jezus verkoos speciaal vissers en tollenaars uit, die nog niet verdorven waren door de leer van de Farizeeën. Ook zij moesten geheiligd worden met de waarheid. Johannes 17, vers 15 tot en met 18. Jezus zei, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijk ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in deze wereld gezonden. Als je naar God luistert en toepast wat hij zegt, dan verandert je leven. Als je leven niet verandert, dan luister je nog steeds naar manieren en wegen die juist lijken. In deze wereld word je dan of gelijkvormig aan deze wereld, of je wordt gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Je leven zal alleen aan Christus gelijk worden door naar de waarheid te luisteren en die toe te passen. In Rome begon de kerk goed met het delen van het evangelie, maar ze waren niet in de waarheid gevestigd. Romeinen 1, vers 8 en 12. Paulus zegt, eerst dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, die ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder ophouden aan u gedenk. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, opdat gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Ben jij geestelijk in slaap? Ik wil een paar belangrijke waarheden met je delen. Het omarmen van deze waarheden zal je op de juiste koers zetten om een diepe en persoonlijke relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. Deze waarheden veranderden mijn leven. Als je ze wilt geloven en gehoorzamen, zullen ze ook jouw leven veranderen. Sommige waarheden in dit boek worden vele malen herhaald. Ze worden herhaald omdat ze cruciaal en levensveranderend zijn. Als je ze niet serieus neemt, zal je geestelijk leven niet veranderen. Paulus wilde weten of de kerk in Rome werkelijk veranderde door overtuiging van zonden en de rechtstreekse lering van de Heilige Geest. Alleen door in het licht te wandelen zul je in waarheid gevestigd zijn. Je moet je bekeren wanneer dat nodig is. We lezen Openbaringen 12, vers 11 en 12. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En hij heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. De duivel heeft het niet opgegeven. Er zijn maar twee koninkrijken in het geestelijke rijk en die zijn in oorlog met elkaar. Het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van de duisternis. Wie op aarde de duivel overwint, beleidt zijn zonden en leert van zijn fouten. Zij die aan deze wereld gelijkvormig zijn en hun eigen leven liefhebben, worden overwonnen. 1 Timotheus 6 vers 12. Paulus zegt, strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Door de gave van het eeuwig leven heb je het vermogen om Gods stem te horen en hem te volgen. Dit is een geschenk dat je in staat stelt God nu te leren kennen. De duivel zet propaganda uit die je vlees direct voedt en je gelijkvormig maakt aan deze wereld. Jij moet kiezen naar welke stem je luistert. Gebruik het licht dat God je geeft om je te bekeren en te leren. Als je in de val van de duivel trapt, zoek dan uit welke begeerte van het vlees de duivel gebruikte om je weg te trekken van het volgen van Christus. Fouten zijn niet negatief als ze je naar de waarheid leiden en door berouw de toegang van de duivel wegnemen. De leugens die je door diep berouw door de waarheid vervangt en die je ervan weerhouden te zondigen, worden deel van je wapenrusting van het licht. 2 Korintiërs 5 vers 17. Paulus zegt zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Wie wederom geboren is en in Christus leeft, is een nieuwe schepping. Ze zijn heilig omdat ze de waarheid gehoorzamen en consequent veranderen. Ze behandelen het woord van God niet als louter richtlijnen. Jacobus 1 vers 18 tot en met 21. Jacobus zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn van de man werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvang met zachtmoedigheid het woord, dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. God laat je de vlekken, rimpels en smetten zien, zodat je weet wat berouw behoeft als je met hem wandelt. Dit omvat ook al je meningen. Waar je bijvoorbeeld nog boos wordt, is je geloof nog zwak, onzuiver of verkeerd gericht. De keren dat je in het vlees raakt zijn gebieden waar je onwetend bent, gemakkelijk verleid wordt of leugens gelooft. Je moet die gebieden waar je gemakkelijk verleid wordt vermijden, tot je in de waarheid gevestigd bent. Verootmoedig jezelf en gebruik de genade om van je fouten te leren. Je houding tegenover zonde is wat je anders maakt dan de rest van de wereld. Door overtuiging van zonde en berouw kun je jezelf weer beschermen met de wapenrusting van het licht in deze donkere wereld waar iedereen maar doet wat hij maar wil wanneer hij het wil. Romeinen 12 vers 1. Paulus zegt, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Paulus smeekte de kerk in Rome om wakker te worden en geestelijk te leren als een levend offer op basis van Gods vergeving. Genade is de onverdienste gunst van God die je niet verdient. Barmhartigheid is niet de straf te krijgen die je wel verdient. Vanaf het moment dat we wederom geboren zijn, is er geen noodzaak meer om iets voor onszelf te zoeken. Het koninkrijk van God is nu hier. Leven voor jezelf is slechts een weg die de mens juist lijkt.
Je hebt genade en barmhartigheid gekregen om hem te dienen. Romeinen 6, vers 22 en 23. Paulus zei, maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadigde Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Alle zonde is in het vlees veroordeeld. We hoeven niet te zondigen. Zonde is alles wat in strijd is met Gods volmaakte wil voor jouw leven in denken, doel en handelen. God kan de gevolgen van de zonde een tijdje tegenhouden om ons de kans te geven berouw te tonen, niet egoïstisch te zijn en te veranderen. God is ook trouw aan de waarheid en iedereen zal uiteindelijk oogsten wat hij zaait als hij zich niet bekeert, want anders liegt God. Galaten 6, vers 7 en 8. Paulus zegt, dwaal niet, God laat zich niet bespotten. Want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die na zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. In het boek The Guilt of Prison schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 4. De wortel van alle zonde is jouw heerschappij, samen met zijn natuurlijke begrip, verlangens en agenda's. Je zonden kunnen flagrant of subtiel zijn. Je kunt verleid worden door duidelijke begeerten van het vlees of goede werken te doen om in jezelf rechtvaardig te zijn. Je kunt ook persoonlijke verlangens hebben die legitieme verzoeken zijn. Maar in plaats van God te vragen en je behoeften te voorzien, streef je die verlangens na vanuit je vleeselijke natuur. Iets doen uit de vleeselijke natuur om te krijgen wat je wilt of begeert, scheidt je af van God en je maakt je weer tot een slaaf van de zonde. Je kunt het misschien rechtvaardigen dat je in je eigen basisbehoeften voorziet zonder het aan God te vragen. Maar dat is zonde. Gebruik maken van de vleeselijke natuur is kiezen voor een leven in duisternis. Vleeselijke christenen vinden het niet gemakkelijk om de volmaakte wil van God te horen of te onderscheiden. Ze geven het snel op en nemen in plaats daarvan zelf de beslissing. Ze geloven ook dat zondigen af en toe oké is of er niet toe doet, zolang je maar een hart naar God hebt. Dat is waar, maar niet de waarheid. Gods genade is er voor jou om een nieuwe manier van leven te leren en geen voorzieningen te treffen voor het vlees, maar de tijd raakt op. Galaten 5, vers 13 tot en met 16. Paulus zegt, want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dien elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij door elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. In het boek Wakker worden, de tijd raakt op, deel 3, schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Ik gehoorzaamde consequent aan Galaten 5, vers 16. Dit zeg ik dan, wandel in de geest en gij zult de begeerte van het vlees niet vervullen. Dat was Paulus' focus en dat was mijn focus. Als je geestelijk volwassen wilt worden, moet dat jouw focus zijn. Mijn vlees verzwakte zodanig dat het niet langer de kracht had om me ervan te weerhouden de Heer te gehoorzamen. Het remde me niet meer af. Toen had het uiteindelijk geen plaats meer in me. Ik was in staat om het koninkrijksprincipe te wandelen en op te groeien in de Heer. Ben ik perfect? Absoluut niet, maar ik breng maar heel weinig tijd in het vlees door. Als ik een fout maak, heb ik snel berouw. Ik vraag de Heer me te laten zien hoe Satan en mijn vlees me op een dwaalspoort konden brengen. Ik vraag om goddelijke openbaringen over hoe ik ervoor kan zorgen dat ik die fout niet nog eens maak. Ik wil niet dat mijn vlees de enige macht over me heeft, dus ik behoud de houding dat mijn vlees de vijand is.
Velen geloven niet in hun hart dat het vlees gekruisigd kan worden. Ze hebben geprobeerd het vlees te doden zonder eerst in de geest te komen. Alles werkt als je Gods aanwijzingen door geloof volgt. Als je nog steeds de dingen van de wereld zoekt, geloof je misschien niet dat het vlees je vijand is en zondig je uiteindelijk opnieuw om te krijgen wat je wilt. Het vlees stelt zijn eisen op basis van ongeloof. Je wordt geacht het vlees te doden als het schreeuwt en net op het punt staat te sterven. Hebreeën 3, vers 12 tot en met 15. Paulus zegt, zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, omdat niet iemand uit u verharde worden door de verleiding der zonde. Want we zijn Christus deelachtig geworden, zo wij tenminste het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Je moet bestuderen wat de Heilige Geest je door overtuiging van zonde laat zien. God kan op vele manieren spreken. Belem maar nooit de waarheid of verzet je tegen de overtuiging van zonde in je eigen leven niet. Het woord van de waarheid zal gevangen vrijmaken, zowel in de kerk als in het wereld. Predikers en evangelisten kennen het belang van de Bijbel, maar ze kennen niet noodzakelijk het belang van het juist verdeelde woord van waarheid en overtuiging van zonden. Zij die de waarheid horen en niet veranderen, verwerken in plaats daarvan de waarheid met hun verstand. We lezen Matthäus 11, vers 25 en 26. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en de aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Overtuiging van zonde en berouw is een door God toegestane zegen. Door de geest kan nu de minste mens in het lichaam van Christus herkennen wanneer er iets mis is. Terwijl de hele wereld in duisternis leeft door hun eigen verstand te gebruiken, heeft God zijn volk toestemming gegeven licht te hebben, zodat ze niet ontwetend blijven. Johannes 16, vers 13. Jezus zei tegen de discipelen, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Probeer tot waarheid te komen met je eigen verstand is niet toegestaan. Als je je verstand gebruikt om tot waarheid te komen, betekent dat dat je niet vertrouwt op God om je in alle waarheid te leiden. Als je de waarheid kent, zal de waarheid je bevrijden. Je weet misschien niet hoe je tot waarheid kunt komen, maar iedereen kan aan zijn eigen leven gemakkelijk zien of je tot waarheid komt of niet op grond van vruchten. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, ge zult ge waarlijk vrij zijn. Jezus kan je bevrijden omdat hij weet wat waarheid is, wat vrijheid is. Dat is niet de versie van vrijheid van de duivel die zegt dat je kunt doen wat je wilt wanneer je wilt. De vrijheid die Jezus biedt is een vrijheid om God te dienen die niet corrupt is. Zelfs het vlees is corrupt en je zult niet tot waarheid komen met behulp van je natuurlijke onderscheidingsvermogen. Op je eigen inzicht leunen is geen geloof in God, maar zonde. Wil je proberen tot waarheid te komen met behulp van je verstand, dan moet je de heerschappij over je eigen leven overnemen en natuurlijke onderscheidingsvermogen gebruiken. 1 Korintiërs 2, vers 16. Paulus zegt, want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Het woord verstand wordt vertaald door het Strong's woordenboek als dat is het verstandelijk goddelijke menselijke in denken, voelen of willen. Bij implicatie betekent het verstand, begrip, vergelijk.
Gods wegen zijn hoger dan die van de mensen, zoals de hemelen boven de aarde staan. Het meest dwaze dat je ooit zult zien, is iemand die Gods instructie geeft om hoe iets te doen. Paulus beweerde echter hetzelfde begrip van Christus te hebben, omdat hij dezelfde nederigheid had als Christus. Als je nederig bent, is Jezus de Heer, jouw Heer, en doe je niets zonder zijn toestemming. Jezus zei, ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. En ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Het staat in Johannes 5, vers 30. Dit vers beschrijft de gezindheid van Christus en hoe die werkte. Jezus vertrouwde zijn gehele leven aan de Vader toe en nam de zaken niet weer in eigen hand. Hij moest eerst in aanmerking komen om te sterven en alle schriften te vervullen, voordat hij naar het kruis ging. Hij moest lijden door toedoen van slechte mensen. Hij werd uit de dood opgewekt omdat hij nooit gezondigde en nooit ophield met zijn hele leven op God te vertrouwen. Jezus was de hele tijd een levend offer. Als je je eigen wil niet raadpleegt, heeft het vlees geen doel. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 4. Paulus zegt daarom dan ook, als wij zo'n grote wolk der getuigenis rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichterlijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus die, voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want aanmerk deze, die zulk een tegenspreker van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Als je weet dat Jezus van je houdt, dan hoef je niet te weten waarom God bepaalde beslissingen neemt. Jezus kwam in het vlees en was als wij en heeft nooit zijn eigen wil geraadpleegd. Je hoeft je eigen wil niet te zoeken, want hij zorgt voor je. Jezus is niet corrupt. Hij zondigde nooit, omdat hij niet steeds zonder Gods toestemming of onafhankelijk van God opereerde. Nu kun je de gezindheid van Christus hebben en Christus aandoen, omdat je de Heilige Geest ontvangen hebt. De geest van hen die Christus hebben aangedaan, is niet angstig, zodat de Heilige Geest er door zijn genade zijn goddelijke gedachten in je kan leggen. In Hebreeën hoofdstuk 11 lees je over hen die hun roeping door geloof volbracht hebben. Ze moesten zichzelf verloochenen, hun eigen belangen vergeten en de uitdagingen aangaan waarvoor ze stonden. Hebreeën 10, vers 36 tot en met 39. Paulus zei ook, want gij hebt leidzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinige tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen. Maar we zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Sommigen zien de smalle weg slechts als een optie. Er is geen waarheid en overtuiging van zonden op de brede weg. Je zult dus niet geestelijk groeien. Je zult gefrustreerd zijn als je met je verstand het geschreven woord probeert te bestuderen. Jezus kan de auteur en volleinder van je geloof zijn en je door overtuiging van zonden naar de waarheid leiden die je vrij zal maken. Door het getuigenis van de Geest kan elk kind van God weten komen wat God nu wil dat je weet. Romeinen 8, vers 12 en 13. Paulus zegt zo dan, broeders, we zijn schuldenaars niet naar het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geestelijke werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Je hebt het vlees niet meer nodig. Als je smoesjes verzint voor het vlees, dan is dat omdat je iets voor jezelf wilt en niet met je hele hart op God vertrouwt.
De duivel is een leugenaar. Wil je uit Gods tegenwoordigheid komen, dan moet je eerst door de begeerte van het vlees weggetrokken worden om te zondigen. Houd het vlees dood, dan zul je niet geestelijk sterven. Romeinen 12, vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. De duisternis nam toe in Rome en Paulus kon zien dat de kerk nog steeds gelijkvormig was aan de wereld. De bedoeling van Paulus' brief was de kerk geestelijk te doen ontwaken en een nieuw fundament te leggen door de wil van God te doen. In het Koninkrijk van God is er geen systeem van goed en kwaad meer en je verstand moet worden vernieuwd. Nu is het vlees veroordeeld, want elk kind van God kan door de Heilige Geest zijn volmaakte wil zoeken. Een vernieuwing van het verstand zal niet gebeuren als Gods volk de leringen van Christus als loutere richtlijnen behandelt. Efesiërs 6, vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Het woord wapenrusting wordt vertaald door Strong's woordenboek als een werktuig of gereedschap, letterlijk of figuurlijk, vooral offensief voor oorlog. Instrument, wapen. Het woord licht is openbaring. De uitdrukking wapenrusting van het licht zou dus ook vertaald kunnen worden als middelen tot openbaring of werktuigen tot geestelijke lering. Je moet overtuiging serieus nemen, want dit is Gods alarmsignaal dat je een leugen verdedigt en berouw nodig is. Overtuiging van zonde kan komen door het zwaard van de geest, dat het juist verdeelde woord van de waarheid is, of ook op een andere manier. In de Amplified Bijbel staat Romeinen 13 vers 12 als volgt. De nacht is ver voorbij en de dag is bijna aangebroken. Laat ons dan de werken en daden van de duisternis laten vallen, wegwerpen, en de volle wapenrusting van het licht aantrekken. De waarheid die door bekering in je gevestigd is, wordt de wapenrusting van het licht. Door de werken van de duisternis te verwerken, sluit je de deuren van de zonde. Telkens als je berouw toont over een leugen, repareer je een gat in je geestelijke wapenrusting. Het woord wapenrusting betekent een werktuig of gebruiksvoorwerpen. Je hebt de volledige wapenrusting van het licht nodig om stand te kunnen houden tegen de verleiding. Jacobus 1, vers 12 tot en met 15. Jacobus zegt, zalig is een man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word door God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde volleindig zijnde baart het dood. Je kunt in het verleden veel goed onderwijs gekregen hebben, zoals de kerk in Rome. Maar de bedoeling van het onderwijs is dat je stelling neemt en niet ook voor verleidingen zwicht. Wie geld dient, zal eerder naar plaatsen gaan waar hij nog een comfortabel leven kan leiden, dan aan God te vragen wat hij wil. Je kunt stelling nemen tegen duidelijke kwaad, maar je moet ook stelling nemen tegen manieren die juist lijken. Je zult je roeping niet voltooien als Jezus niet als Heer van je leven functioneert. Je kunt begaafd zijn, maar Jezus moet Heer zijn van je roeping en van de gaven die hij je gegeven heeft. Tenzij je een sterk fundament hebt, zul je neerstorten in verzoekingen vallen voordat je het eigenlijke werk doet waartoe God je geroepen heeft. God wil niet dat je vernietigd wordt. Hij ziet het einde vanaf het begin en werkt dienovereenkomstig aan jou. 1 Timotheus 6 vers 6 tot en met 11. Paulus zei het al tegen Timotheus en hij zei, toch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in deze wereld gebracht, het is openbaar.
dat wij ook niet iets uit deze daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegend zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik, en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lust hebben, zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen, en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. De zin volg na wordt vertaald door een vorm van primair werkwoord, vluchten, vergelijk op basis achtervolgen, letterlijk of figuurlijk, bij implicatie vervolgen, gegeven aan, leiden aan, naar je toe drukken. Als je van plan bent de zorgen van de wereld te ontvluchten, kun je dat doen door gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, geduld en zachtmoedigheid na te streven. Je zult niet ontkomen door te proberen de zorgen van de wereld te weerstaan. Het zal helpen om eerlijk te zijn over de kleine details anderen te dienen, je aan God tijd te houden en geen uitvluchten te zoeken voor ongerechtigheid en goddeloosheid. Wees ijverig en onderhoud hem als je eerste liefde door je aan zijn geboden te houden. Petrus gaf een lijst van dingen die verworven kunnen worden door een juist motief en juiste houding die je geestelijk leert terwijl je jezelf dagelijks verloochent. 2 Petrus 1, vers 3 tot en met 9. En Petrus zei, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en tot godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot de heerlijkheid en deugd, waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlucht zijt de sterf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, hiertoe ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zo zullen ze u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij wie deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben vergetene de reiniging van zijn vorige zonden. Wie de kwaliteiten najaagt die Petrus hier opsomt, is geestelijk niet blind en wandelt in het licht. Er zal een zekere mate van overtuiging van zonde nodig zijn om leugens te ontmaskeren op gebieden waar je smoesjes verzint voor je vlees. De duivel is niet van plan je zomaar de waarheid gemakkelijk te laten geloven en in je roeping te wandelen en vruchtbaar te zijn. De propaganda van de duivel via het vlees maakt je na verloop van tijd lui, comfortabel en zwak. Je verliest je liefde voor God en liefde voor de waarheid en je verliest je ware geestelijke toestand uit het oog. In het boek Wakker worden de tijd erop, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock het volgende. De duivel gebruikt veel listen om christenen ervan te weerhouden geestelijk te worden en geestelijk op te groeien. We mogen niet ontwetend zijn van zijn sluwe leugens. God heeft me veel waarheden gegeven die de plannen van de duivel ontmaskeren. God wil dat al zijn kinderen deze waarheden kennen. Ik deel al meer dan 40 jaar de waarheid met christenen. Ik heb naar meer dan 100 verschillende naties over de hele wereld gereisd. Ik heb gedeeld met gelovigen uit vele culturen en conventionele achtergronden. Sommigen hadden oren om te horen, anderen niet. Ik heb me verbaasd over het grote aantal christenen dat de basiswaarheden die niet kent, die God wil dat ze zijn kinderen weten.
Een paar jaar geleden vroeg ik de Vader, wat is het belangrijkste reden dat uw kinderen niet weten wat u wilt dat ze weten? Hij antwoordde, wat ze denken te weten belemmert hen te weten wat ik wil dat ze weten. Ik vroeg God wat dat betekent. Hij antwoordde, als je iets denkt te weten, of het nu waarheid is of niet, laat je je geloof daarin vrij. Vanaf dat moment is dit wat je gelooft over dat bepaalde onderwerp. Je zoekt niet langer meer naar informatie over dat onderwerp, want je gelooft al dat je de waarheid kent. Als iemand iets anders met je probeert te delen, zul je je daar meestal tegen verzetten omdat wat hij zegt in strijd is met wat je nu al gelooft. Je gelooft dat je gelijk hebt, dus moeten ze wel ongelijk hebben. Dit is geen probleem als wat je gelooft de waarheid is, maar als het is in werkelijkheid een leugen is, is het wel een probleem. De strategie van de duivel slaagt alleen omdat Gods volk nog steeds vertrouwen in het vlees heeft om alles met hun vleeselijke verstand te bestuderen en te analyseren. Ze kiezen liever voor de duisternis dan voor de overtuiging van zonden in het licht. Filippenzen 3 vers 3. Want wij zijn de besnijdenis, wij die in God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Deze methode van leren, met behulp van je verstand spreek je vlees aan, maar het is niet vertrouwen op God voor wat je nu moet weten. God kastijdt volk vertrouwen op het werk van de Heilige Geest om de overtuiging van zondige gebieden op te sporen die in hun eigen leven veranderd moeten worden. 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Paulus zegt, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden. Stefanus was niet een van de apostelen, maar hij droeg wel de wapenrusting van het licht. Iemand greep hem en beschuldigde hem ervan dat hij iets tegen Mozes en de wet had gezegd, en bracht hem voor de hoge priester. Stefanus zei, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En zij hebben hen gedood, die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestelling de engelen en hebt ze niet gehouden. De religieuze leiders waren verbaasd over de wijsheid die Stefanus een korte tijd in de vroege kerk verworven had. Hij sprak vrijmoedig. Ondanks hun inspanningen waren de religieuze Joden volkomen blind. Ze hadden de wet niet gehouden, de profeten vervolgden en de Heer Jezus gekruisigd. De duivel gebruikte de religieuze Joden onwetend, omdat ze zich tegen de Heilige Geest verzetten. Daarom noemde Stefanus hun stijfnekkig op besteden van hart. De duivel weet dat je op deze manier met behulp van je verstand enige kennis van een waarheid kunt krijgen, maar niet de hele waarheid. Een vrucht van het niet tot de waarheid komen is dat je nog steeds dingen doet waar je later spijt van krijgt. Romeinen 7 vers 14 tot en met 16. Paulus zegt, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, maar hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik dat doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Paulus was gelovig voordat hij wederom geboren werd en getuigde van de strijd die hij ondervond, toen hij probeerde gelovig te zijn met de weinig kennis die hij met behulp van zijn eigen verstand opdeed. Als je onder overtuiging van zonden raakt en de duivel nog toegang heeft, kan hij als een engel des lichts aan je vlees verschijnen en je laten krijgen wat je wilt. De duivel zal je nog meer smoesjes geven om de leugens die je al gelooft
te verdedigen en je tot een fariseer te maken. Er zijn tegenwoordig ook zulke leiders in de kerk. 2 Korintiërs 11, vers 13 en 14. Paulus zegt, want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Wie nog steeds probeert de Bijbel met zijn eigen verstand te begrijpen, kiest ervoor onwetend te zijn. Een vrucht van deze onwetendheid zijn vandaag de verschillende denominaties in het lichaam van Christus, die beweren dat ze de waarheid in pacht hebben. Maar ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. Paulus beschreef deze situatie toen hij tegen Timotheus zei, vrouw kunt die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Samuel Chadwick, die hoofddocent was aan het Cliff College in Chesterfield, zei, de man die denkt dat hij het woord van God kan kennen door louter intellectuele studie, komt ernstig bedrogen uit. Geestelijke waarheid wordt geestelijk onderscheiden. In het boek Wakker worden, de tijdrak op deel 1, schrijft Joseph Hedgecock het volgende. Als je relatie met God niet is wat ze zou moeten zijn, zijn er geen excuses, alleen redenen waarom dat niet lukt. Redenen kunnen opgespoord en weggenomen worden, tot er geen redenen meer zijn. Velen van jullie lopen op dit punt vast. Je komt voor de Heer en vraagt hem de redenen en te tonen waarom je de relatie niet met hem niet werkt. Velen van jullie hebben mij verteld dat je geen antwoord krijgt, dus dan geef je het op. Als jouw relatie met God niet werkt, moet je overtuigingen van zonden zo verwerkt hebben dat je niet tot de waarheid gekomen bent. Het christendom is niet zomaar een godsdienst, maar een relatie met een God in navolging van Christus. Verootmoedig jezelf. Geestelijk leren omvat overtuiging van zonden, verandering van motieven en houdingen, zowel als het volgen van Christus. De belangrijkste openbaring die je nu nodig hebt, is hoe je kunt ophouden met zondigen. De Joden die in Jezus geloofden, hadden een vertrouwen in het vlees. Johannes 8, vers 30 tot en met 34. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in hem geloofden, indien gij in mijn woord blijft, zo zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad, en hebben nooit iemand gediend. Hoe zeg gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, zeg ik u, en ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Door berouw en gehoorzaamheid aan de waarheid zul je werkelijk bevrijd worden. Als je de ene zonde begaat, zul je uiteindelijk de ene zonde naar de andere begaan en dieper in de strik van de boze vallen. Je zult de juiste stem pas horen als je je verootmoedigt, je zonde beleidt en weer in zijn tegenwoordigheid komt. In zijn tegenwoordigheid kun je tot de wortel van de zonde doordringen en je bekeren. De duivel zal proberen je op het gemak te houden door excuses voor de zonde te verzinnen en je te helpen iets of iemand anders de schuld te geven, zodat je niet tot de kern van de zaak doordringt. Als je je wakker wordt en je beseft dat je jezelf lange tijd bedrogen hebt door naar het vlees te luisteren, zul je je erg ongemakkelijk gaan voelen. 2 Korintiërs 7, vers 10 en 11. Paulus zegt, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewerkt? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Met Gods hulp kun je jezelf zuiveren door het proces van berouw te doorlopen. Berouw van zonde geeft je een diepere eerbiedige vrees voor God, een vurig verlangen naar waarheid, een heilig verontwaardiging over de zonden en een vastbeslotenheid om de dingen met God in orde te maken.
Paulus had de Korintiërs geschreven over hun zonden en zij reageerden positief op de correctie. Goddelijk verdriet kwam in het Korintië tot stand omdat ze een hart naar God hadden. Romeinen 8, vers 5 tot en met 7. Paulus zegt, want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar het vlees zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en waar en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan dat ook niet. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Als je beleid en berouw toont, moet het goddelijke verdriet dat je voelt onmiddellijk weggaan en je moet weer in gemeenschap met God komen. Zijn vrede zou moeten terugkeren. Dan kun je de Heilige Geest vragen je redenen te tonen waarom je zondigde en waarom de manifestatie van de slechte vruchten vandaan kwamen. Omdat je in zijn aanwezigheid bent, zou je in staat moeten zijn zijn aanwijzingen te horen. Mediteer over elke waarheid die de Heilige Geest je openbaart. Vraag hem je te laten zien hoe je de gewoonte kunt doorbreken van de zonden die hij aan het licht brengt. Vraag hem je rechtstreeks of je het woord te laten zien wat juist is in plaats van wat je verkeerd deed. Het proces van overgaan van de vleeselijke natuur naar de natuur van Christus door berouw zal een voortdurend proces zijn. En de overtuiging van zonde zal in het begin meer overheersen. Hoe meer je je bekeert, hoe meer je op Christus gaat lijken. Comfortabele kerken zijn vaak meer bezig met uiterlijke rechtschapenheid, dienstenactiviteiten en aards gewin. God is echter niet corrupt. Hij heeft geen andere agenda op het oog dan jouw beste voor alle eeuwigheid. Zijn motief is liefde en dat je wordt als Christus. In zijn oordelen weegt hij alles tegen elkaar af, ook motief en houding. Romeinen 3, vers 4. Paulus zegt dat zij verre. Door God zij waarachtig en alle mens leugenachtig. Zoals geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Een wortelwerk of grondwerk moet diepgaand gedaan worden door zijn eigenlijke definitie. Dit werk kan niet gedaan worden als je berouw oppervlakkig is en alleen maar wilt dat de overtuiging van zonde ophoudt. Hoe lang het duurt voor dit werk gedaan wordt, is recht evenredig met hoe snel en grondig je berouw hebt over wat een waarheid in je bloot ligt. God heeft altijd gelijk en zal je door de waarheid en overtuiging van zonde bevrijden. Wie de wapenrusting van het licht draagt, is vrij en beschermd tegen leugens door een nieuwe schepping in Christus te worden. Als je wederom geboren bent, heb je elk moment de mogelijkheid om door vergeving van zonde weer in zijn tegenwoordigheid te komen en zijn hulp te krijgen. Leef in het licht. Bezoek niet alleen het licht. Geef toe dat je je vlees boven God verkoos en je verzette tegen het proces van overtuiging van zonden. Een diepe rouw van zonden zal je ook voorbereiden om anderen te helpen. De lessen die je leert door liefde voor de waarheid en overtuiging van zonden is wat anderen ook missen. Paulus zei tegen Timotheus in 2 Timotheus 2, vers 24 tot en met 26, en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen, in zachtmoedigheid onderrichtend hen die zich verzetten, indien God hun per ongeluk berouw zou willen geven tot het erkennen van de waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil. Omwille van wat Jezus deed, zou je anderen moeten willen helpen. Onthoud dat iedereen die wederom geboren is, al het gereedschap heeft dat hij nodig heeft om zich te bekeren en zelf de wortel van de zonde aan te pakken door het geschenk van het eeuwige leven. Als ze in plaats daarvan hun natuurlijke verstand gebruiken, zullen ze niet tot de waarheid komen. Johannes 17, vers 2 en 3.
Jezus zei, gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven heeft, hij hun het eeuwig leven geven. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het geschenk van eeuwig leven is het voorrecht om God nu te kennen, niet alleen over God te weten. Het eeuwige leven is een genadegeschenk, onmisbaar voor al die kinderen van God die Christus volgen op de smalle weg die God behaagt. Als je je zonde beleidt, kun je elke vraag stellen over hoe je kunt ophouden met zondigen. Want het eeuwig leven is de mogelijkheid tot gemeenschap met God. God verwacht nu dat iedereen overal goed is in bekering. Handelingen 17, vers 30 en 31. Paulus was aan het woord en zei, God dan, de tijden der onwetendheid overziend hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, daar hij hem uit de doden opgewekt heeft. Slechts weinigen begrijpen zelfs hoe Jezus dood, hel en graf overwon zonder ook te zondigen. Jezus werd op alle manieren verzocht zoals wij en gebruikte nooit zijn goddelijke natuur. Hij erkende God in alles wat hij deed en je kunt hetzelfde doen. We lezen Spreuken 3 vers 5 tot en met 7. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Wees niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. In de praktijk vertrouw je God alleen tot het op een niveau waarop je weet dat hij voor je zorgt en van je houdt. Toen je voor het eerst zijn liefde ervaarde door de vergeving van zonde, had je Christus moeten aandoen. Ook zul je zonder vrees voor de Heere weer wijs worden in je eigen ogen en niet verlost worden van het kwaad. Overwonnen worden door het kwaad zal twijfels in je geest veroorzaken en je belemmeren om God met je hele hart te vertrouwen. God kan het kwaad tegenhouden om je voldoende tijd te geven om te leren hoe je consequent in de geest kunt wandelen en de toegang van de duivel in je vlees te verwijderen. Op de paden van gerechtigheid die hij door de Heilige Geest vertrouwend op God leidt, ben je veilig. Je kunt je de gewoonte hebben om naar je eigen inzicht te leunen, maar wat weer een deur opent naar de vleeselijke natuur. God kan je daarbij helpen, want je geloof moet gezuiverd worden. Je hebt misschien enkele slechte gewoonten die doorbroken moeten worden, zoals het leunen op je eigen inzicht. Bedenk voordat je de heerschappij overneemt, dat je in Christus juist recht tegenover God staat. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 6. Paulus zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die van boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Want wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwalijke begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Behoud een liefde voor de waarheid en de roeping van God die op je eigen leven heeft om als Christus te zijn. Wie aardsgezind is, voedt het vlees onbewust. Wie het vlees gekruisigd houdt, blijft in hem en werkt aan de dingen waartoe God hem leidt, ook in moeilijke omstandigheden. Romeinen 13 en vers 14. Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Als je het vlees voedt, zal het niet sterven. Het vlees is een besturingssysteem dat zonder God werkt en je in staat stelt beslissingen te nemen op basis van je eigen inzicht. Je leven moet nu met Christus begraven worden door jezelf dagelijks te verloochenen en je kruis op te nemen.
Paulus zegt, want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Het woord gedoopt wordt vertaald door Strongs als om te wellen. Dat is helemaal nat, alleen gebruikt in het Nieuwe Testament. Van ceremoniële wassing, vooral technisch, van de ordinatie van de christelijke doop. Dopen, wassen. Wie met Christus begraven is, heeft de nederigheid en de gezindheid van Christus en het doet het vlees niet herrijzen door zijn eigen wil te raadplegen. De doop in Christus is de dood aan de oude natuur. Om de wil van God te doen, krijg je de door genade toegang tot de kennis die God dagelijks verschaft. De duivel krijgt toegang tot de mens via de vleeselijke natuur. Maar Gods volk heeft een ander systeem van leren door de Heilige Geest. De duivel heeft geen toegang tot hen die in Christus blijven. Pas als zijn kinderen in het vlees zoeken wat ze willen, komen ze uit Gods tegenwoordigheid en zijn ze weer kwetsbaar. Paulus had Timotheus onderwezen en met hem getuigenis gedeeld van geloof, het zoeken van Gods volmaakte wil en hoe hij overwonnen had zonder ooit in het vlees te komen. 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Paulus zegt tegen Timotheus, gij dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukking als een goede krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt verkwikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij hem mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Lees meer voor meer informatie over soldaat worden van Christus Jezus, hoofdstuk 14 van het boek The Gilded Prison van Joseph Hitchcock. Paulus wilde dat anderen in de kerk de genade van God zouden zien die zich door Timotheus openbaarde. God kan de duisternis een seizoen lang tegenhouden, maar iedereen moet zich bekeren en de toegangen van de duivel door de geest verwijderen, voordat hij in slaap valt en weer egoïstisch wordt. Timotheus kreeg de opdracht soldaat te zijn en zich te concentreren op hen die trouw waren geweest aan het woord van waarheid en overtuiging van zonden. Hij moest de voorbeelden van Paulus van geloof in actie delen met hen die in staat waren anderen te onderwijzen. Als je Jezus volgt, heb je ook de beloften van God nodig voor het dagelijkse leven. Jezus zei tegen zijn leerlingen, voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meer doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Houd je aan de geboden die Jezus je persoonlijk geeft. Als je in navolging van Christus iets nodig hebt, kun je het vragen, want hij weet dat je probeert zijn geboden te houden en je zult krijgen wat je nodig hebt. Vergelijk je niet met anderen. Verzin geen excuses op basis van wat anderen doen of niet doen. Je moet je eigen persoonlijke relatie met God hebben. Door berouw zou je leven nu al moeten veranderen en meer op Christus gaan lijken. Als je je slechte vruchten verontschuldigt, zul je nooit de redenen vinden waarom je niet kunt gehoorzamen. Je hebt nu de mogelijkheid om door geloof te overwinnen en alle antwoorden te krijgen die je door de Heilige Geest nodig hebt. Jacobus 4, vers 1 tot en met 4. Jacobus zegt, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw eigen wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeelsters,
Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Tijdens deze pandemie zijn degenen die geluisterd hebben naar samensweringstheorieën, die het nieuws en de wereldkwesties volgen, weer aardsgezind geworden. Aardse wijsheid heeft verwarring in de kerk gebracht. De wijsheid die van God komt, brengt echter vrede. Zij die in de loop van de tijd aardsgezind zijn geworden, moeten terugkeren naar hun eerste liefde. Nadat hij over de wapenrusting van het licht gesproken had, zei Paulus dit: laat ons als in de dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. De genade van God is er voor alle heiligen om een godvruchtig leven te leiden, waarin ze de Heer erkennen altijd het juiste te doen. Als het op aarde slechter gaat en de zonde toeneemt, wordt het koninkrijk van God niet geschud of bewogen. Titus 2, vers 11 tot en met 15. Paulus zei tegen Titus: want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijs ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Paulus zei tegen Titus te onderwijzen over het verloochenen van goddeloosheid en wereldse lusten. En ook alle verachten anderen hem. Hij legde uit dat degenen die bezig zijn van alle ongerechtigheid verlost te worden, van hun fouten moeten leren en daarbij hun geloof moeten zuiveren. Iedereen werd aangemoedigd te leren hoe hij door de geest geleid levend te leiden, ijverig te zijn voor het werken die God welgevallig zijn en deel te zijn van de oplossing en niet van het probleem, terwijl de duisternis toenam. Romeinen 13, vers 1 tot en met 5. Paulus zei ook: alle ziel zij de macht over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn door God geordineerd. Also dat die zich tegen de macht stelt, de ordinatie van God weerstaat, en die ze weerstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de overste zijn niet tot een vreze de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vervrezen, doe het goede, en ge zult lof van haar hebben, want ze is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want ze is Gods dienares, een vreesel der tot straf voor hen die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om het geweten. Paulus moest degenen in Rome die aardsgezind werden herinneren aan de waarheid over onderwerping aan gezag. Geloven dat alle gezag van God is, lijkt erg dwaas in het aangezicht van vervolging, maar Paulus werd een voorbeeld door brieven vanuit de gevangenis te schrijven. Hij verwachtte van iedereen dat hij leringen zou trekken uit de situatie waarmee ze te maken kregen en met wijsheid van God de vrucht van de geest zouden dragen in het aangezicht van moeilijkheden. Het evangelie laat zich niet weer tegenhouden. Johannes 15, vers 8 tot en met 10. Jezus zei tegen de leerlingen: hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij lief gehad heeft hij, heb ik u ook lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb, en blijf in zijn liefde.
Voordat hij de wapenrusting van het licht aantrekt, zegt Paulus tegen de kerk dat ze de werken van de duisternis moeten afleggen. Om de werken van de duisternis af te leggen, moet je geen excuses maken voor deze slechte vruchten in je eigen leven. Wie de vleeselijke natuur gebruikt om kennis te verwerken, zal nooit tot de waarheid en bekering komen. De duivel zal proberen je op je gemak te stellen, zodat je de waarheid niet zoekt of hoort, en in plaats daarvan uitvluchten verzint. Het vlees is zelfzuchtig, dus zul je uiteindelijk toch je eigen belangen behartigen en weer de verkeerde soort vruchten voortbrengen. Galaten 5, vers 19 tot en met 24. Paulus zegt, de werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doet, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn hebben de vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Je moet het vlees als je vijand zien. Door het vlees te dienen zul je het koninkrijk van God niet beërven. Laat het vlees sterven en werk het niet weer tot leven door consequent in de geest te wandelen. Jezus vervulde alle schriften en stierf aan het kruis. Hij deed dit door niet naar zijn eigen wil te raadplegen, maar hij liet God zijn wegen leiden door het werk van de Heilige Geest. Hij was als een lam dat naar de slacht geleid werd. Jezus vertrouwde op God om in zijn lichamelijke en emotionele behoeften te voorzien en vertrouwde op hem voor al zijn persoonlijke behoeften, terwijl hij dagelijks zijn kruis opnam om de volmaakte wil van God te doen. Hij deed alleen wat hem opgedragen werd, zelfs als hij moest lijden. Efesiërs 4, vers 20 tot en met 24. Paulus zegt, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Voor meer informatie over het wortelstelsel van het vlees en de geest vind je dat in het boek Mijn schapen horen mijn stem van Joseph Hitchcock, hoofdstuk 5. Bedrieg jezelf niet, het vlees is verdorven. Het vlees moet weggedaan worden, ook als je denkt dat iets vanzelfsprekend is. Als je gehoorzaamt aan Paulus' opdracht om het vlees weg te doen, dan dwingt dit je om in plaats daarvan Gods besturingssysteem te gebruiken. Alleen de nieuwe mens die in gerechtigheid en ware heiligheid geschapen is, kan je nu helpen om God te behagen. Johannes 3, vers 5 tot en met 8. Jezus sprak tot Nicodemus. Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wilt en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest Gods geboren is. Gods nieuwe besturingssysteem zal je in staat stellen ononderbroken gemeenschap en gemeenschap met God te hebben. Vlees en geest zijn tegengesteld en gaan niet samen.
Het hebben van twee besturingssystemen is niet voor verschillende activiteiten. Om iets vanuit de vleeselijke natuur te doen, moet je weerstand bieden aan overtuiging van zonden, je hart verharden en jezelf blijven bedriegen. Efesius 4, vers 30 tot en met 32. Paulus zegt, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid. En wees jegens elkander goedentieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook God in Christus u vergeven heeft. Er is geen reden om boos te worden. In Gods school leer je van je fouten met de genade van God en je komt tot inkeer. Jezus stierf aan het kruis en ook jij hebt zijn vergeving nodig. Zorg ervoor dat je anderen vergeeft en geen enkel vergrijp bijhoudt als je Christus volgt. Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Jacobus zei, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt mocht zijn en geheel oprecht in geen ding nalatig. In het boek Wakker worden, de tijdraak op deel 1, schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Gehoorzaamheid met een zuiver hart maakte de weg vrij voor de Heilige Geest om zich in mijn leven te manifesteren, zowel in alledagelijkse situaties als in uitdagende, levensveranderde omstandigheden. Toen dit gebeurde, verdiepte mijn relatie met God zich dramatisch. Mijn advies aan jou is om het eenvoudig te houden. Maak niet ingewikkeld wat de Heer je openbaart. Met openbaring komt zalving. Daar hoort ook overtuiging van zonde bij. Als God tot je spreekt, geeft hij je de zalving, dat is de machtiging, om het woord om te doen wat hij je zegt te doen. Loop niet vooruit hoe je denkt dat de Heilige Geest zich aan jou en in jou moet openbaren. Laat je niet ontmoedigen als je geen dramatische stroom van zijn aanwezigheid voelt. Hij kan ervoor kiezen zich te manifesteren in vrede, vreugde, troost, overtuiging van zonde of een heleboel andere manieren. Wees tevreden met hoe hij verkiest zich te manifesteren. Naarmate de tijd verstrijkt, zul je zijn aanwezigheid op vele manieren ervaren. Als dit een manier van je leven voor je wordt zoals het hoort, zul je niet meer in de verleiding komen door alles wat de wereld, je vlees of de vijand, te bieden heeft. Met God kun je snel een punt bereiken waar niets in deze wereld meer is waar de duivel je gemakkelijk mee kan verleiden met behulp van de wapenrusting van het licht. Je moet bereid zijn je te bekeren en geduldig blijven werken aan de zaken die hij je openbaart. Als je een excuus verzint voor waarom je iets verkeerds deed, zul je niet ontdekken welke problemen er ten gronde spelen. Op de smalle weg in navolging van Christus zul je ongemakkelijk voelen. Maar met Gods vrucht zul je tevreden zijn. Paulus moest op de smalle weg veel meer vragen stellen, maar verwierf aldoende begrip en inzicht dat hij in al zijn epistels verwerkte. Als je nu bereid bent op de smalle weg te gaan en je aan God te onderwerpen, is het mogelijk God te leren kennen en te begrijpen. We lezen Jeremia 9, vers 23 tot en met 25. Zo zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, en een sterke beroemen zich niet in zijn sterkte, een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere,
dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen met hen die de volheid hebben. Zij die het harnas van het licht gebruiken, veranderen. Oude dingen gaan voorbij en nieuwe dingen komen. De vader betaalde een hoge prijs door de dood van zijn zoon aan het kruis, om je een nieuw besturingssysteem te geven met openbaring door overtuiging van zonden. Jezus voltooide het werk van zijn vader en maakte geen excuses door de vader te gehoorzamen. Jezus' geboden voor je leven zijn zuiver. Hij weet wat je nu doormaakt en hij bidt ook voor jou. Johannes 2:1-5. Johannes zegt: Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. God heeft een overvloedig leven gepland met Jezus die jou beheerst. Overtuiging van zonde is een zegen in Christus om je erop attent te maken dat er iets anders probeert jou te beheersen dan Christus. Overtuiging van de Heilige Geest brengt je tot bekering en tot Jezus geboden voor je leven. Verzin geen uitvluchten en de zegeningen zullen voortduren. Je zult God veel vragen moeten stellen met behulp van het geschenk van het eeuwig leven, want Gods wegen zijn hoger. Efeziërs 5:14-17. Paulus zegt, daarom, zegt hij, ontwaak gij die slaapt, en staat op uit de doden, Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkomende, daar de dagen boos zijn. Daarom wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. Als jij door de geest wederom geboren bent, kun je jezelf redden met het geschenk van het eeuwig leven. Door je te bekeren, bescherm je jezelf en krijg je meer licht. Wat je leert door geen uitvluchten te zoeken, zal anderen helpen de zonden en de duivel te overwinnen. Je moet ook een diepe eerbiedige vrees voor God hebben als je gehoorzaam bent aan zijn geest. Je zou een lijst moeten hebben van opdrachten die hij je elke morgen geeft, waarvan hij wil dat je ze uitvoert en waaraan je werkt. Om in Christus te blijven, moet je correctie verdragen. En hij moet de functionele heer van je leven zijn. Wie op de smalle weg is, is toegewijd aan het doen van de wil van God als een levend offer. Ze handelen en reageren niet en laten zich niet beheersen door een geest van angst. Je moet geen vertrouwen in het vlees hebben, in staat zijn God te aanbidden en je in alle omstandigheden verheugen. Als je Jezus wilt horen, leren kennen en volgen, dan kan ik je het boek aanraden, Mijn schapen horen mijn stem, van Joseph Hitchcock. Als je een nieuwe start wilt maken, hem tot Heer wilt maken en in het licht wilt leven, dan kan ik je het boek aanraden, Wakker worden de tijd raakt op, deel 1, van Joseph Hitchcock. Als je echt in de geest wilt onderwerpen door regelmatig berouw te tonen, dan kan ik je het boek aanraden. Wakker worden de tijd raakt op deel 2 van Joseph Hitchcock. Al die boeken zijn in het Nederlands vertaald. Je moet ervoor zorgen dat je op de smalle weg komt.
De brede weg die naar de ondergang leidt, ziet er goed uit. Het is wegbewijzeld met een bord, hemel deze kant op. Veel goed bedoelende goede mensen die naar de kerk gaan, zitten op de brede weg. Als jij op de smalle weg wilt komen, geloof ik dat dit boek je kan helpen. The Gilded Prison van Joseph Hitchcock. Dat is alleen in het Engels te bestellen. Vandaag heb ik gesproken een boodschap over de wapenrusting van het licht. Dat is wat Paulus tegen de kerk in Rome zei. Hij wilde dat zij die wapenrusting aandeden. Ze hadden kennis, ze hadden veel informatie, maar het veranderde hen niet. En misschien heb jij geluisterd en je ziet hetzelfde probleem in jouw leven. En ik bemoedig je om naar God te gaan en vraag aan de Heilige Geest om één ding te laten zien wat jij moet veranderen in je leven. Als je dat nog nooit eerder hebt gedaan, ga dingen opschrijven die Hij tegen je zegt. Het zal een zondelijst kunnen zijn en dingen die jij moet veranderen in jouw leven. En als je die dingen verandert, dan verander je niet de toegang tot Satan, maar je zult jezelf sterker maken voor de volgende keer. En voorkomen dat de duivel weer komt met wegen die juist lijken en leugens, zodat je gaat zondigen. Ik bid dat je de wapenrusting aandoet. Vader in de hemel, ik bid voor degenen die hebben geluisterd. Ik bid dat ze teruggaan en enige bijbelversen gaan kijken wat we hebben gedeeld. En dat de Heilige Geest toestaan in hen te werken. En dat ze de dingen zien. Ze zien wat u wilt dat ze zien. En dat ieder persoon is speciaal voor u. En u hebt hen geroepen om het heilige leven te leiden. En ik bid voor hen dat ze dat die overtuiging van zonde omhelzen. En naarmate ze zich bekeren van wat u hen laat zien, dat ze zullen ervaren dat het makkelijker is om in uw aanwezigheid te blijven met uw hulp. In Jezus' naam. Amen. God zegen. Bedankt voor het luisteren. Er zijn bijbelversen hierboven te lezen. Op de website staan er nog contactgegevens. Ik hoop dat deze boodschap je aangeraakt heeft. En we houden van als je iets van je laat horen. God zegen.